Van harte welkom weer bij een nieuwe video van Frontwomen. En mijn naam is Wendy van der Linden, bijbelschoolcoördinator voor Frontrunners. En ik coördineer ook de vrijwilligers en de events ook met ontzettend veel plezier. En vandaag mag ik samen met Helene de Groot, van harte welkom ook, mag ik de tweede video opnemen over gezonde levensstijl. Helene heeft al een prachtige video opgenomen met Femke. En ik hoop ook dat jullie die al inmiddels hebben gezien. Want daar stelt Helene de Groot zich ook voor wie zij is. Dus daar gaan we vandaag niet specifiek nog op in. Maar ja, ik geloof ook gewoon dat die video je echt al enorm tot zegen is geweest. En op die video willen we vandaag eigenlijk gewoon doorgaan. En de vorige video hebben jullie echt al ontzettend veel besproken. Dus we gaan dat even in een notendop, ga ik dat even terugpakken. Nou, Helene, jullie hebben eigenlijk, je hebt je levenswandel eigenlijk al gedeeld. Hoe je begonnen bent met een gezonde levensstijl en wat je motivatie daarin is. Dat je eigenlijk ook al 4 jaar een winkeltje hebt met gezonde voeding. En dat je ook als voedingsdeskundige bent begonnen. Dus ik wilde toch even aan jou vragen van hoe gaat het daar nu mee met die studie? Gaat het goed? Ja, dat gaat op zich gestaag door. Wat het handige is dat ik de dingen die ik leer en lees, daar maak ik meestal ook iets van wat ik dan meteen al deel op de Insta van de winkel. Dus dan herhaalt het voor mezelf ook nog een keer. Gaaf, dus je kan het gewoon meteen toepassen in je winkel. Nou, hartstikke mooi. Nou, jullie hebben het verder ook over gehad dat je samen met de Heilige Geest eigenlijk nieuwe gewoontes kan aanleren. En dat de Heilige Geest jou daar ook enorm in heeft geholpen om die nieuwe levensstijl eigenlijk voor te zetten. Dat God wil dat het gewoon ontzettend goed met je lichaam gaat, daar hebben we het samen over gehad. Omdat je lichaam gewoon een tempel is van de Heilige Geest. We tot een ouderdom gezond mogen zijn en vol energie mogen zitten. En wat ik zelf heel mooi vond, ook aan de video, want natuurlijk, ik heb hem ook gekeken. Dat je op een gegeven moment zei dat God een God van goddelijke genezing is, maar nog meer van goddelijke gezondheid. En daar gaan we direct straks ook nog wel heel even op terugpakken, want ik vond dat gewoon zo mooi en treffend hoe jullie dat hebben uitgelegd en hoe jij dat vertelde. Je hebt het gehad over je immuunsysteem, hoe je dat kan opbouwen met gezonde voeding en wat God ook gezonde voeding vindt. En jullie hebben ook nog de visie gedeeld, hoe je dat kunt ontwikkelen om samen met God eigenlijk je gezond leven te kunnen hebben. Ze hebben inderdaad, Femke en Helene hebben ontzettend veel gedeeld in de video. En deze video gaan we eigenlijk een introductie maken op 7 andere video's, waarin we nog veel praktischer jullie handvatten gaan geven hoe die gezonde levensstijl gewoon echt kunt implementeren in je leven. Deze video gaan we nog eventjes terug op hoe ziet God nu die gezonde levensstijl en hoe kunnen we daar gewoon met z'n allen in wandelen al. En de andere video's zullen dan gaan over een vredig bestaan, puur voedsel, voldoende lichaamsbeweging, voldoende water drinken, bidden en vasten, voldoende frisse lucht en zonlicht en volmaakte rust. En daar gaat Helene alleen ons meenemen in die video's. Dus we hebben nog een hele serie tegemoet. We gaan ook 2 maanden voor uittrekken om een gezonde levensstijl neer te zetten. Omdat het vaak ook een proces is om een gezonde levensstijl neer te zetten. En we willen je daar gewoon stap voor stap, hand aan hand, gewoon in mee gaan nemen. En ik geloof gewoon echt dat het enorm tot zegen zal zijn. Nou Helene, vandaag willen we gewoon eerst nog even terugreflecteren op van, nou wat is nou toch een gezonde levensstijl en hoe ziet God dat? En zou je ons daar gewoon weer eventjes terug in mee willen nemen? Wat is nou het doel van een gezonde levensstijl? Nou het doel van een gezonde levensstijl, dat zegt het eigenlijk al. Dat is dat je gezond bent. En omdat we het met God doen, is de basis altijd heel belangrijk. En dat is namelijk dat je weet, wat is de wil van God? Zo ben ik geestelijk opgegroeid. Dat je je geloof kan baseren op het woord en op de belofte van God. En en gezondheid en je lichaam, je ziel en je geest is ook een deel van je wezen. Waar we hier op aarde sowieso mee moeten dealen. Mm-hmm. En daarvan is het dan ook belangrijk dat je weet van hoe kijkt God daarnaar. En voor mezelf had ik daar, dat hadden we in de eerdere video, gaf ik dat al aan, zo'n 8, 9 jaar geleden, was ik daar zelf een beetje naar op zoek van hoe ziet God dat dan? Omdat ik meerdere dingen met God samen deed.
En toen ben ik uitgekomen bij een, bij eigenlijk een belangrijke tekst. En ik ga hem gewoon even nog een keer voorlezen. Ja, heel graag. En dat is Psalm 92. En dan begin ik even bij vers 13. Daar staat: de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen zij zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Mijn rots in wie geen onrecht is. Nou, hier zat er nog een klein beetje in beeldspraak, maar als je naar de Amplified vertaling gaat, dan staat er: they will flourish in the courts of our God. Dan begin ik even halverwege. Growing in grace. They will still thrive and bear fruit and prosper in old age. They will flourish and be vital and fresh, rich in trust and love and contentment. They are living memories. To declare that the Lord is upright and faithful to his promises. Ja, wauw. En daarin vond ik eigenlijk het geheel van gezondheid. En dat is gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Ja. En dat je dan, en ik heb het niet helemaal van mezelf natuurlijk, want ik heb ook boeken gelezen en daar wat dingen uitgehaald. Maar inmiddels het wel toegepast en merk ik ook dat het kan. Maar dat je dus op elke leeftijd gezond, sterk, vitaal en tot zegen van anderen kunt zijn. En dat vind ik fijn, want daar kun je wat mee. Ja. Dus op elke leeftijd. In de tijd dat ik ermee begon, waren mijn kinderen nog thuis en had ik een drukker leven in die zin dan nu. Maar ik merk ook met mensen om me heen, ja, als je 60 bent, ziet je leven er weer anders uit. Maar dan ook is het belangrijk dat je gezond bent, dat je fit bent. En het is fijn als je vitaal bent. En dat het doel is dat je dan tot zegen van anderen bent. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is als je het samen met God doet. Het doel van gezondheid is uiteindelijk dat je zelf kunt genieten van leven en overvloed waar Jezus voor is gekomen. Maar dat je ook van betekenis bent. En dat je kunt doen wat in je hart is en waar hij je voor geroepen heeft. Ja, amen. Echt heel mooi uitgelegd. En ik vond ook zo treffend wat je de vorige keer zei. En ik wil er toch gewoon nog even op terugpakken. Van, hè, we zijn vaak ook nu al gericht op goddelijke genezing. Hè. We zien ook bedieningen opstaan die natuurlijk genezingsdiensten houden. En dat is natuurlijk prachtig en heel fijn dat we op die manier mensen kunnen helpen. En dat God zijn wonderen nog wil laten zien. En zijn tekenen natuurlijk. En mensen wil genezen. Maar jij zei daar iets zo treffends voor mij in ieder geval. Dat had me zo geraakt aan voorafgaand. Eigenlijk is Gods doel, hè, dat legde je nu net ook zo mooi uit, goddelijke gezondheid. En dat is eigenlijk van beginnen gewoon Gods doel geweest. Dat we in goddelijke gezondheid gewoon wandelen. Dag aan dag tot in ouderdom. Ja. Hè? Het maakt niet uit hoe oud je wordt. Maar tot in ouderdom dat je gewoon die goddelijke gezondheid gaat wandelen. Wil je daar misschien nog iets over toelichten? Dat is denk ik het hoogste doel. En dat te beseffen, dat helpt je ook om die keuzes te maken die daar dan bij horen. Ja. En dat je dan ook, dan is het ook iets met een langere visie. Dus dan hoeft het niet per se morgen gerealiseerd te zijn, want je weet, het is tot in hoge ouderdom. Ja, het kan zijn dat je bijvoorbeeld nu te maken hebt met een wat mindere conditie of dat je met ziekte te maken hebt. En dat is, daar zijn oplossingen voor. En dan maar uiteindelijk gaat het erom dat je, dat je op een bepaalde leeftijd lekker in je vel zit. Dat je fit bent. Maar ook als je weer wat ouder bent. En dus door die langere visie, dan lukt het je om keuzes te maken en patronen te ontwikkelen die dat ook gaan bereiken. Ja, precies. Ja, echt heel mooi weer aangevuld en gezegd. Ik denk dat we gewoon weer een hele mooie basis even hebben neergelegd van wat die goddelijke gezondheid gewoon inhoudt en wat het doel is ook gewoon van genezing. En we hebben het gewoon heel erg op ons hart om jullie daar gewoon in mee te kunnen nemen. En het ook gewoon praktisch te kunnen maken. Want
Ja, het is best wel veel, hè. Jij gaf ook aan, het is eigenlijk ook een proces wat we gewoon ons hele leven lang eigenlijk moeten doen ook, hè. God roept ons ook op om gewoon goed voor ons lichaam te zorgen. En dat gaat gewoon eigenlijk ons hele leven lang door, tot in ja, hoge leeftijd natuurlijk. Ja. We mogen gewoon een hoge leeftijd gaan halen. En kan je misschien ons daar nog heel even kort in meenemen en vertellen hoe jij dat nu gewoon doet? En om het dus ook echt tot op hogere leeftijd gewoon vol te houden. Kun je dat nog eens ons kort in meenemen? Nou ja, wat misschien nog een heel klein dingetje is voor, of niet een klein ding, eigenlijk een heel mooi groot ding, alsnog als basis, is dat, dat was ook een van de dingen die mij raakte, is dat ik me meer en meer bewust werd van mijn waarde. En naarmate je langer met God omgaat, merk je, weet je, dat Hij je zo enorm lief heeft. En dat je zo geliefd bent dat Hij zijn Zoon opgaf voor jou. Om jou terug te kopen uit de macht van de duisternis. Om jou in de zegen te brengen. Om weer het mogelijk te maken dat je in zijn tegenwoordigheid kan zijn. Dat je zijn stem kan horen. Dat je voorzien wordt van de dingen die je nodig hebt. Noem het maar op, eigenlijk al zijn beloften. En gezondheid is er daar ook eentje van. Ja. En door je bewust te zijn van jouw waarde, dat helpt je ook om de keuzes te maken die daar dan bij horen. Voor mij was bijvoorbeeld sporten deed ik niet, mm-hmm. of niet frequent. Dan begon ik er even mee, maar dan stopte het weer. En ik realiseerde me op een gegeven moment, ik heb die belofte voor lang leven, maar dat betekent dat ik iets moet gaan inbouwen wat ik ook mijn hele leven lang vol moet gaan houden. Dus dat is voor mij hardlopen geworden. Ja. En ik doe nu ook wat krachttraining. Maar dat heeft tijd. Dat kost tijd. En ik moest iets anders ervoor opgeven. Ja. En in het begin is dat soms niet makkelijk. Ja. Dan denk ik van, nou was ik van plan om dit te gaan doen. Nee, maar ik moet sporten. Ja, dan is het soms even een moeten. Ja. Maar naarmate je dat volhoudt, wordt het een patroon. Ja, precies. En dan lukt het ook. En met voeding hetzelfde. Bepaalde dingen weet je eigenlijk al van, die zijn gewoon minder gezond. Ben ik heel bazaal begonnen met bepaalde dingen eruit laten. Eigenlijk zijn wij best wel een beetje rigoureus begonnen, bedenk ik me nu. Maar ik adviseer nu mensen om dat niet te doen, want dat is niet heel handig. Kies wat bij je past en wat handig is. Bijvoorbeeld, bepaalde vetten zijn niet goed. Dat weten we eigenlijk met z'n allen wel. Dan kun je die laten staan. Of dat je zegt van, ik laat ze, als je er heel veel van eet, ik laat ze twee keer staan. Kies iets wat bij je past en wat gaat naar het doel wat je voor ogen hebt. Dus met voeding werkt dat ook zo. Dat had ik in de vorige video al verteld. Slapen was voor mij een ding. Ja. Nou heb ik een man die is vrij gedisciplineerd. Dus het enige wat ik hoefde te doen was gewoon meegaan in zijn ritme. Ja. En dan kwam samen ik ook naar gewoon, bed te gaan. Ja, kwam ik ook gewoon aan mijn slaapuren. Dus soms word je ook gewoon geholpen door je omgeving. Dat is trouwens ook nog een ding. Is dat je omringt met mensen met de goede gewoontes. Ja, mooi. En daarom is het denk ik heel mooi dat dit programma start. Want dan kun je met elkaar dit op gaan pakken. Gedurende de wat langere tijd heb je ook de tijd om er mee bezig te zijn. En kun je wat gesupport worden door Frontwomen. Ja. En door de comments van de anderen. Ja. Dus dat helpt ook mee. Zeker, ja, echt heel erg inderdaad. Ik denk als je het inderdaad samen doet, dan voel je ook niet alleen staan, maar kun je ook samen erin optrekken. Dus daarom ook hebben we de keuze gemaakt om het praktisch voor jullie te gaan maken inderdaad. En dus wat meerdere lossere video's te gaan maken van alleen. Ze zal dan in iedere video kort over het onderwerp wat gaan uitleggen. En we gaan dan gedurende de week jullie uitdagen in de stories om te kijken hoe het ermee gaat en hoe het ermee staat. Bijvoorbeeld een stukje gaan we doen over puur voedsel. En dan gaan we gewoon in de stories je uitdagen van, hey, hoe gaat het er nu mee? Ben je al wat beter aan het eten? Of heb je misschien al iets uit je voedingspatroon geskipt waarvan je weet, het is niet goed voor mij? Op die manier willen we gewoon met elkaar, met Frontwomen, hier 2 maanden gewoon aan werken. En dan horen we inderdaad heel graag jullie comments ook van hoe je dat gewoon ervaart.
Nou, Helene, ik dank jou in ieder geval alvast voor deze video. Hè, dat we toch even een terugblik hebben gedaan op die gezonde levensstijl. Ook nog een hele mooie aanvulling wat je net zei, inderdaad, die waarde. Het begint echt met je identiteit en de waarde en het besef dat God gewoon van je houdt. En dat hij gewoon echt wil dat het enorm goed met je gaat. En dat je gewoon een voorspoedig leven hebt. En dank je wel nog inderdaad voor dat stukje aanvulling. En ik zie gewoon uit naar ook alle getuigenissen die gaan komen. Van jullie, als de video's geplaatst gaan worden en hoe jullie daar in actie in gaan komen. Ik zie gewoon echt uit naar alle comments en alle getuigenissen om te zien hoe het jullie afgaat om gewoon te gaan werken aan een gezonde levensstijl. In ieder geval God zegen en tot de volgende keer.